Goedemorgen machinist, vandaag rij je de IC. En heb ik nou serieus deze helemaal vergeten? Oh, crap hoor. Ben ik serieus nog helemaal vergeten om dat venster in te vullen, deze? Oh, crap hoor. Maar goed. Let's go. Goedemorgen machinist, vandaag rij je de IC van 843. Uit Zevenberg en Zee naar Hemdrecht. Onderweg stop je nog te Krabbedijk. Waar je ook moet combineren met het treindeel uit Eidam. Naar Hemdrecht zal de trein nog verder rijden naar Kraaidam. Maak de trein klaar, laat de passagiers een stap verder rit. Dat komt goed. We gaan 43 weg. Het is very quiet of met airconditioning aan. Predijk, dam tot. Predijk, dam tot Dijk Express Tuipen. Tijd om te vertrekken, volgende station is Krabbedijk. Volgens mij heb ik de deur te vroeg geopend, omdat hij heel erg deed en ik uit de dinges. Dus we wachten hier even netjes tot 43 tot wij kunnen gaan. Rehazo. Natuurlijk wel even de ATB aan de ATB. Komt hier nog een strandsprintertje binnen. Oude SGM en een Vlaanderen. Ik heb geen idee waarom ik, ik strandsprinter zei. Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar goed. Nog even wachten op 43 en dan kunnen we gaan. Het is de warmte. We willen allemaal naar het strand. Aan Zevenberg, aan zee, de zee bij Zevenberg. Maar heb je de zee er al ingebouwd, Mark? Oeh, wat lopen hype. Maat 64 hype. De Zevenbergstrand. De lijn naar Zevenbergstrand is al tientallen jaren gesloten. Nou, zo jammer. Weet je wat je eigenlijk zou moeten doen, Mark? Is je zou hem toch moeten bouwen? Maar dan vervolgens gewoon via het oude manier. Bijvoorbeeld met, volgens mij heeft Koa wel van die armseinen nog of zo. Ik weet niet of die losse downloaden zijn, maar zit die voor een andere route. Van Brekkerdam of zo. Of je doet de oude stelseinen als die er nog zijn. En dan vervolgens doe je een heel verlaten spoortje of zo. Echt zimmel. Maar 43, let's go. En 20,5 graden Celsius. Oeh, dat is beter te doen, Hans. Zevenbergse strandstoomtrein. Zou Victor leuk vinden. Maar dit is wel een van Chris' oudere treinen. Oeh,
Maar ik zou zeggen, je hebt er wel een spektakel van gemaakt, hoor. Ja, is gewoon geweldig. Bubble, yes indeed. Een spastische buffel. Goedemorgen dames en heren, van harte welkom in de Intercity naar Krijdam. We zullen onderweg nog stoppen in Krammendijk en Hendrecht. Ik wil u erop attent maken dat er een trolley service aan boord is van deze trein met koffie, frisdrank en wat kleine snackjes. Tot slot wens ik u nog een hele fijne reis. Ik heb hem nog. Duct tape. Yes indeed. Nou, moet je eens kijken hoe volgebouwd het is. Op wel modern 189. Wat toelijnen dat ik ze zitten. Oeh, dat is ook een interessant idee. Martijn, ben je weer aan het noteren? Martijn noteert. Miniatuurschip met een trein op de achtergrond. Oeps. Oeps. Sorry, I was speeding a little bit.
Ik heb de nieuwste versie, ja. Ik kan je garanderen, als het goed is gaat het lampje van 160 gaat verder niet aan. Alleen de groene gaat uit volgens mij. Dat is het enige verschil wat je ziet. Wind en regen, windje was er, verder niks. Ik zou zeggen, het is toch ook prachtig zo. Ik zie die niet vaak, Jeppe. Maar ik zal proberen niet te veel screenshots te maken. Anders dan staan we hier zometeen nog een uur. Ik ga er wel staan. Ik heb geen idee gehad. Wij komen in Miserveen aan. En het misert niet. Oh, trouwens, je hebt maar ook een pre. Armstrong Powerhouse Weather heb je gebruikt. Toppie. Armstrong. Wij pakken het zo doen. Oh, God. $6,400. Op Janssen een score AP. Lol. Het ding remt al net zo crap als als de GTW. Kijk, postwagons, posten, motorwagens. Wat een waardeloze stream dit. Oh, geweldig. Wat hebben jullie tegen dat draaiorgel? Oh,
geweldig hebben. Hoor ik nou tsk? Hoor ik nou shots fired? Shots fired indeed. Sorry Hans. Ik moet zeggen, wanneer is de laatste keer dat ik serieus in real life een draaiorgel heb gezien en gehoord? Volgens mij is dat echt al jaren geleden. Want niemand hier in Doorsel doet het. Of ik kom gewoon op de verkeerde plekken. Dat kan ook. Orgozaal. Ik ben nu al schijtziek van die robot. Stond de fluitbord voor degenen die het niet hadden gezien. Ja, ik weet dat daar een fluitbord staat. Oh, Daniel. Nu ga ik je even corrigeren. Als je het niet erg vindt. Kijk nog dichterbij. De enige keer dat legit mag. De F van veel. Is de stroom uit, de tractie uit is uitgeschakeld. Dat betekent dat wij de spanningslosbrug over kunnen gaan zonder probleem. Ja, er is een overweg of zo. Overweg, onbeveiligde overweg of zo. Het kan best zijn dat het rond die tijd was of zo.
You saw nothing. Dat lampje was, wat de oplichter was alleen maar kapot. Die was die testte ik even of die werkte. Laten we daarop houden. Tijn ziet alles. Oh, geweldig. Ja, dat is niet voor ons. It's getting a little bit dark. Jeppe, dankjewel voor de resubscriptie. Voor met Twitch Prime, voor alweer 5 maandjes. Waarom kan ik die niet automatisch laten vernieuwen? Ja, Twitch Prime. Ik heb geen vogeltjes mispen. Maar in ieder geval dankjewel Jeppa voor de resubscriptie. Nog 1 maandje en dan krijg je een ander icoontje. Dan krijg je de Protoss voor je naam. Het is eigenlijk wel jammer dat je in dit station, niet buitenkast hebt met de achtercamera. Kijk, nu rijd ik netjes achter. Let's go. Hoezo? Ik had geel 8 heb ik netjes gedaan. Ik ben afgeruimd naar 60. We hebben geel knippen nu. Dames en heren, over enkele ogenblikken komen we aan op Krommendijk Centraal. Na aankomst zullen de deuren nog eventjes gesloten blijven omdat deze trein wordt gekoppeld aan een ander treindeel. Dit kan gepaard gaan met een kleine schok en we adviseren u daarom ook om eventjes te blijven zitten. Mocht u de trein in Krommendijk verlaten, vergeet u dan alsjeblieft niet om uw bagage mee te nemen en dan wens ik u nog een fijne dag. Oh, geweldig. Maar Jeppa, hoe je het ook zegt, daardoor zal de deur niet even gesloten blijven. Redden bagage niet mee te nemen. Geweldig. En wat je zegt er precies op zo'n toon, dat ik het eigenlijk precies hoor in de trein als bij Deventer toen ik daar overheen ging vaak. Ging. Oh, geweldig.
Maar volgens mij had Jeppe ook gebruik gemaakt van die van de scenario-makers van Koa. Anders hadden wij rood gehad. Ga weg. Goed gedaan, de treindelen uit Eidam en Zevenberg zijn succesvol gecombineerd. Open de deuren en maak de trein klaar voor vertrek richting Hendrecht. Hallo? Hey! Oh, even. Je hebt je deuren nog open. Dat is hardcore, wel lekker met deze temp. Dankjewel Rut voor de clip. Ze was onderweg, maar de machinist redde weg en was dus niet tegen te houden. Oh, goodbye! Wij staan tot 6 over hier. Tijd om te vertrekken richting Hemdrecht. Vraag als nodig is even toestemming aan de treinsleider. Maar is dit eigenlijk niet zoiets voor een conversatie tussen jou, Jeppa en Shark? Oh, help, geen Sjaak. Met de deuren open hebben heeft waarschijnlijk, denk ik, te maken met die scripting, weet je wel. Als je buiten 2 kilometer, 2,5 kilometer zit, als je dan als je er langs komt met de deuren open, dan gaan de deuren niet meer dicht. Krijg het idee dat het daarmee te maken heeft of zo. Dus. Volgens mij hadden we dat laatst ondervonden in een keer tussen Utrecht of zo. Dus dat heeft gewoon iets met CS te maken. Daar kun je weinig mee. Ja, een reguliere stop van maken in plaats van een pick-up passenger.
Kijk, zoals je ziet, geen lampje bij de 160. Waarom hoor ik een deurgeluid? Belgische trein. Kijk erop. You missed it. Je hebt, welke was dat, de 27-serie of zo? De internationale trein naar België. Of 11 dan, reeks 11. Komt de Berliner Express aan. Ja, ik bedoelde die 11 dan. Ja, er stond er nog eentje. Lol, Daniel. Kijk, zelfs ze vinden het leuk. Slooptransport, zoiets. Verder niet echt iets speciaal. Onze stopterrein. Ah, is dat niet die stopterrein met die open deuren? Of zou die ze ondertussen gesloten hebben? Huige muziek, Hyper Test 19. Dankjewel David voor de 5 tiers. Wat zou zo van drank over? Ik vind het nog steeds vreemd. Oh, wat een wilde. Ik heb het deze bij het originele testen van het scenario heb ik het niet eens gezien. De NS op en daar. Ik vind het wel geweldig hoor.
Remco, dankjewel voor 10 cheers. Ik betaal voor geen draaiorgel. Nou, zoals jullie weten, een aantal weken geleden heb ik en Rob hebben allebei een eigen preview gedaan. Wij gaan hier zometeen, ons spoor die buigt hier zometeen af. We gaan hier zo overheen. Maar in de preview zijn we hier doorgegaan. Dus, ik ben benieuwd. Ik kan niet wachten. Dat dat stuk klaar is. Maar ja, dat ben ik. Maar daar kan niemand op wachten. geweldig. Goodbye, Hazel. Prehazel, wat dan ook. Naar hem rechts. Kom even een meetrein tegen. En heb je die draaiogels, dan gaat het ding aan, dat houten ding op papier gaat het door. En dan vervolgens staat iemand met zo'n bakje met geld de hele tijd te doen. Houd de draaiorgel. Kijk, Rob is druk op de farm bezig. Is balen aan het maken. Dat is balen. Kijk eens, daar hebben we slot Jeppa of slot Marca. We moeten zelf maar even uitvechten wie van jullie dat slot is. Wat hebben wij een zeer lange trein. Veertienbakker. Heb van open dat slot Marco Funda staat. Die heeft een nieuwe gebouwd. Cool. Maar dit is een van de eerdere gebouwde stukken van de route. Dus deze is vrij oud. Je werkt het ook wel aan de bouwstijl een beetje, maar blijf leuk. Crossrail. Kampje Freak komt even binnengevallen met een resubscriptie voor 14 maandjes alweer. Met een nieuw abonnement. En in totaal 14 maandjes. Goedenavond Kampje Freak. Welkom en dankjewel voor de subscriptie.
Zit in de metro. Ah, oké. Nice. Wel een beetje goede verbinding dan. Wat ben je toch allemaal aan het opzoeken? Nice. Alleen jammer van de locatie. Naar de slopen. Nee, deze is volgens mij net nieuw afgeleverd, Martijn. Alleen wel jammer van deze. Maar ik heb geen idee waarom die dan niks laat zien. Drie ogen en stadion uit. Mijn meesterwerk. Oké. Anyway, we're approaching the final destination of this train. Get an announcer pretty soon, so get your duct tapes ready. Kijk, ik rij al 60. Dames en heren, het volgende station is Hemdrecht. Na een korte stop zal deze trein verder rijden als Intercity naar Krijdam. In Hemdrecht kunt u nog overstappen op de stoptrein naar Hemdrecht West. Deze zal voor u vertrekken om 9:23 vanaf de andere zijde van het perron. Tevens kunt u op spoor 1 om de 9:25 de stoptrein naar Hardeveld Smilde nemen. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw personen eigen rommel en dan wens ik u nog een hele fijne dag. Kijk, SGM en VRM, die hebben een wedstrijdje. Verstappen. Oh, ik vind het gewoon zo geweldig. Het zijn wel goede omroepen, dat zeker. En omroepen maakt het op zich, ook al hoor je het in principe in de cabine, hoor je het in principe niet. Maar in ieder geval niet altijd. Maar het is wel heel erg... heel erg interessant om toe te voegen. Ik hoor wat. Daar is die. Slecht, een halve bak voorbij mijn bakbord. Ik vind het niet slecht.
Nee, dit is het standaard Frieson draaiorgel. Ja, weg voor hun. De volgende trein gaat over een uur. Maar wat hebben we hier staan? Een 1604. Wat wagonnetjes. ACTS. En nog wat van dat. Nice. Goed gereden, je bent veilig in Hendraad aangekomen. Een collega zal de trein nu verder rijden richting Krijdam. Tijd voor een korte pauze. Geniet ervan. Dankjewel. 5,7 gigabyte memory. Ja, dat komt denk ik door die 1200.